Zo, doe mijn jasje weer uit. Hoi en welkom bij een nieuwe video. Ja, je ziet het goed. Ik heb alweer een shoplog, maar dit keer wel een kleinere shoplog dan de shoplogs voorheen. Dit is een beetje een mini shoplog. Ik mocht een aantal items uitkiezen bij Lofies. En Lofies is een online webshop. En tegenwoordig hebben ze ook een home afdeling. Dus dat is zeker heel erg gaaf om heel even te kijken. Mocht je nog op zoek zijn naar leuke interieur, inspiratie of spulletjes, dan kun je zeker even daar terecht. En ik heb een aantal hele leuke items uitgekozen. En die wil ik graag toch nog heel eventjes met jullie delen. Dus vandaar dat ik deze video opneem speciaal voor jullie. En heb ik weer een shoplog. En hierna zal ik even niet meer zoveel shoppen. Dat beloof ik. Het wordt nu wel echt heel veel. Maar goed. Weet je, ik ben en blijf een vrouw. En vrouwen houden van shoppen. Vrouwen houden van kleding. Deal with it. Zoals jullie weten ben ik ontzettend bezig met sporten, gezond eten, healthy, alles, shizzles. Mijn hele leefstijl ben ik aan het aanpassen. En ik vind niets lekkerder dan na het sporten lekker een chillbroek aan te trekken en lekker op de bank te ploffen. Nou, dat kan ik eigenlijk helemaal niet zeggen, want ik sport altijd 's ochtends, dus ik moet me meestal gewoon aankleden. Maar ik bedoel gewoon dat ik het heerlijk vind om s'avonds in een chillbroek rond te lopen. In een lekkere joggingsbroek. Wat ik ook nog heel fijn vind aan joggingbroeken en zo, dat is dat je hem over je sportlegging heen kunt trekken terwijl je naar de sportschool gaat. En dan trek ik gewoon de broek uit. Huppatee, in de kluis. En dan ga ik lekker sporten. Dit keer heb ik ook eentje bij Lofies. Laatst had ik eentje bij de Primark. En nu heb ik eentje van Lofies. En dat is deze. En die vind ik heel erg fijn en heel erg mooi. Hij loopt naar beneden, loopt hij wat aangesloten, meer aangesloten af. Dit zit zeg maar heel erg los. En bij je voeten zit hij heel erg aangesloten. Wat ik persoonlijk wel een heel erg groot pluspunt vind. De broek van Primark zit echt voornamelijk strak. Deze zit lekker los. Ook gewoon fijn variatie en zo. Je kunt hem lekker strak aantrekken. Wat ik ook wel fijn vind. Zodat hij gewoon rondom je middel gewoon lekker strak zit ook. En ja, ik kan er verder niet heel veel over kwijt. Ik vind het gewoon echt een hele fijne chill broek. Daarnaast, hetgene wat ik echt het eerste in mijn winkelwagentje deed. Een blouseje. En ik moet zeggen, ik ben tegenwoordig meer van de t-shirts en hemdjes en dergelijke dan echt van blousejes. Maar deze vond ik zo mooi. Zoals jullie weten ben ik helemaal gek van pastelkleuren. Al helemaal nu de lente en zomer eraan zitten te komen. En toen zag ik deze. En deze is mintgroen. En mintgroen is echt mijn lievelingskleur. En hij heeft een heel mooi gouden detail. Namelijk een ritje op de achterkant. Wat ik ook wel heel erg stoer vind. En dit vind ik gewoon heel erg gaaf om dit te combineren met een zwarte high-waisted jeans. En dit dan een beetje erin te stoppen. Zodat het er een beetje overheen valt, zeg maar. Daarnaast vind ik deze kleur gewoon ontzettend mooi. En hij heeft lekkere korte mouwtjes. Hij heeft een dunne stof. En in de zomer kun je deze ook prima over je bikini heen dragen. En dan waait het allemaal zo lekker door. Dus heel erg fijn, heel erg lekker en heel erg leuk en mooi. Daarnaast hetgene waar ik misschien wel het meest blij mee ben. Dat is namelijk een jas. En dat is deze jas. Hij heeft aan de binnenkant heeft hij een heel mooi patroon. En aan de buitenkant is hij een beetje stoer. Heeft hij echt van die motor details, zeg maar. Van die kussentjes op de schouders en bij je handen, bij je onderarm. En hij is gewoon heel erg stoer. Ik zal hem even aantrekken. En ik hou gewoon echt ontzettend van leren jasjes. En ik vind hem heel erg gaaf. Ik vind hem echt heel mooi. Ik heb een ander leren jasje van de Only. En die zit echt enorm strak rondom de polsen. En dat vind ik persoonlijk meer prettig. Deze zit een stuk losser. Hier kun je tenminste nog iets onderaan dragen. Ik vind hem echt ontzettend stoer. Als je hem dicht doet, dan zit de rits aan de zijkant. Wat ik ook wel gaaf vind. Dat is niet bij elke jas. Ik heb hem de afgelopen dagen al heel vaak aangehad. Ik denk dat dit mijn ultieme lentejack is. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Echt het meest blij van allemaal. Ik vergeet weer helemaal de prijzen op te noemen, bedenk ik nu. Mocht je benieuwd zijn naar de prijs, ik check dan even linkjes in de beschrijving. Want daar staan gewoon alle items nog een keer. En je kunt hem ook meteen bestellen als je het leuk vindt. Zo, doe mijn jasje weer uit. Ho, hij bleef hangen aan mijn stoel. Oké, dan. Sorry, jongen. Oh, dat was mijn haar. Tering. Daarnaast heb ik nog een accessoire uitgekozen. En dat was een horloge. En ik draag eigenlijk nooit horloges, maar ik vind het wel heel erg mooi. Horloges gaan bij mij altijd gewoon heel snel kapot. Maar deze kon ik echt niet laten liggen. Dit is een rosé gouden horloge. En rosé goud vind ik een van de mooiste kleuren qua goud, zilver, brons, noem maar op. Vind ik echt heel erg mooi. Ik heb meteen de klok goed gezet. Ik heb hem gisteren ook al omgehad. Wat ik wel merk is dat ik hem echt op zijn straks moet doen. Zeg maar tot wat wanneer hij echt goed zit. Hij moet niet losser. Want dan gaat deze heel snel los. En dan valt mijn horloge eraf. Ik vind het een heel gaaf horloge. En deze komt dus van Lofies. En als
laatste, want zoals ik zei, het is natuurlijk een beetje een mini shoplog, heb ik ook nog iets van de home afdeling uitgekozen. En dat is deze vaccinelichthouder. Het is een heel mooi potje. En daarnaast heb ik twee vierkante vaccinelichthouders, doorschijnende van de Action. En deze staat daar echt heel erg mooi bij. Ik heb hem al gebrand. Mijn moeder viel het echt direct op toen ze hier woensdagavond kwam. Ze hier met haar vriend en toen zei ze: oh, wat een mooi ding. Waar heb je die van? Dus ik zei, ja, die komt van Lovies en dat is dus deze. Je hebt hem in verschillende maten. Je kunt hem ook, dit is de grootste. Je hebt hem ook nog iets kleiner. Dan kun je hem naast elkaar combineren. Ik vond er eentje vond ik ook prima, omdat ik hem dan weer combineer met andere vaccinelichthouders. Zeker ook even de home afdeling checken, want daar hebben ze ook echt heel veel mooie dingen. En dan waren dat al mijn geshopte spulletjes van Lovies. Mocht je nou iets hebben gezien waarvan je denkt, hé, dat vind ik ook wel heel erg leuk. Of überhaupt op de webshop van Lovies. Hou dan even mijn Instagram in de gaten. Mijn Instagram staat in de beschrijving. En binnenkort komt daar een winactie op. Dus dan kun je kans maken om, net als ik, leuke dingen te kunnen shoppen bij Lovies. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Geef een like als je deze video leuk vindt. Vergeet je ook niet om mij te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag weer. Tot de volgende video. Doei doei! Sommige schoenen. En nu heb ik deze gekocht. Deze vind ik heel erg gaaf. Want ik was al heel erg lang een haar.